De Olle Griezen, zo noemen de Groningers de Martini-toren. Hij werd gebouwd tussen 1469 en 1482. Hij is 96 meter hoog. De toren heeft als windvaan geen haan, maar een paard. Niet het paard van ome Loex, maar het paard van de heilige Martinus, de patroonheilige van de kerk. De Martinikerk wordt als parochiekerk voor het eerst vermeld in 1215. In 1250 werd de kerk afgebeeld op het eigen stadszegel van de stad Groningen. Toen was het oorspronkelijk tufstenen kerkje al uitgebreid tot een driebeukige kruisbasiliek en romano-gotische stijl. Een van de mensen die vaak de Martini-toren beklimt en die er veel over kan vertellen, is bijaardier Auke de Boer. Bij de entree van de toren zijn drie beelden geplaatst. Beelden van de oude dichter Bernlef uit de 8e eeuw, Agricola, en Sint Maarten. Sint Maarten, naar wie de kerk is genoemd. In de toren, zoals we die nu kennen, zijn meer dan 1 miljoen bakstenen verwerkt. En verder ongeveer 3000 vierkante meter Bentheimer steen, die onder andere met karren over onverharde wegen moest worden aangevoerd uit Duitsland. Toen onze toren gebouwd werd, was Groningen een stad met wallen, muren, grachten en poorten, met circa 15.000 inwoners. Een deel van de muur uit die tijd is nog te zien, bijvoorbeeld achter de gardepoort bij het Martinikerkhof. Groningen was ruim 500 jaar geleden zo groot als nu de stad binnen de diepen, Schuitendiep, Turfsingel, maar zonder het Kattendiep en het Zuiderdiep. Voor 1200 waren er alleen houten huizen in de stad, maar daarna bouwde men huizen van steen. Toen in 1482 de toren gebouwd werd, stonden er in de stad al een aantal gebouwen die er nu nog staan, al zijn ze in de loop der jaren wel gerenoveerd. Een van de oudste gebouwen in de stad staat in de Brugstraat, nu het Scheepvaartmuseum. Op het Martinikerkhof stond ook al het Prinsenhof, nu regionale omroep Noord, waar toen een klooster was. Ook het huis van het Dansinstituut van Bruggen bestond toen al. Het was destijds de Weeme, de pastorie van de Sint-Walburgkerk, die op het Martinikerkhof stond, maar in 1627 is afgebroken. Naast die Weeme is nu een klein tuintje van Pictura. Vroeger was die tuin groter en werden er rechtzittingen in de open lucht gehouden. Op de Vismarkt stond in 1482 al de Aamkerk. In 1710 stortte de toren van deze kerk bij stil weer in, maar 2 jaar later stond de A-toren er weer bij. Omstreeks 1500 waren er ook al een paar gasthuizen, hofjes in de stad, zoals het Pepergasthuis en het Sint-Antonie-gasthuis op de Rademarkt. Ook het poortje, toen een klooster, in de Rode Weeshuisstraat, waar later in 1599 een weeshuis werd gesticht, bestond al toen de Martini werd gebouwd. In de 80-jarige oorlog was Groningen een aantal jaren bezet door Spaanse troepen. Toen in 1577 deze troepen uit de stad wegtrokken, was er feest. Men was vrij. Er kwam vuurwerk. In de straten en op de markt werden teertonnen aangestoken, maar ook op de transen van de Martinitoren. Hierdoor raakte de toren in brand en het bovenstuk, dat nu een andere kleur heeft, brandde af. 17 klokken uit de toren gingen hierbij verloren. Het volgend jaar werden door Hendrik van Trier in het Giethuis op de Rademarkt in de buurt van het Sint-Antonie gasthuis 11 nieuwe klokken gegoten. De grootste, de Salvator, is bijna 2,5 meter in doorsnee en heeft een hoogte van 2 meter. Hoe gaat dat eigenlijk, het gieten van een klok? Dat kun je zien op een filmpje van klokgieterij IJsbouts uit Asten. Deze firma heeft in 1994 een nieuwe klok
de Kromstaat voor de Martini-toren gegoten. In 1872 Bonaventure IJsbouts, zoon van een brouwer, de basis voor de Koninklijke IJsbouts, klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken. Voor alles wat de Koninklijke IJsbouts maakt, elk klokkenspel, uurwerk of poppenspel, gaat een lange voorbereidingstijd vooraf. In deze tekenkamer wordt, na uitvoerig overleg, elk onderdeel en samenhang van de delen op tekening vastgelegd. Klokkengieten is een oeroud ambacht. 3000 jaar geleden was het al bij de Chinezen bekend. Veel aspecten van deze ambachtelijke kunst zijn sindsdien niet werkelijk veranderd. Behalve dat bij de Koninklijke IJsbouts sinds een tiental jaren de klokken met de computer worden ontworpen. Koninklijke IJsbouts levert en installeert klokken over de hele wereld. Elk land, elke cultuur kent zijn klokkenklank. Daarom bestaan er talloze varianten. Niet alleen wat betreft hoge en lage tonen, maar ook wat betreft de klankkleur. Met behulp van ingewikkelde rekenprogramma's kunnen betrouwbare voorspellingen worden gemaakt voor bijna alle aspecten van de klokkenklank. Het profiel van de getekende klok wordt in een aluminium schabloon uitgesneden. Zo'n schabloon is het gereedschap voor de klokkenmaker, want hij vormt er de kern, ofwel de negatieve afdruk, van de te gieten klok mee. De kern wordt van cement gemaakt en bestreken met een brandbare vuurvast coating. Nadat die coating heeft gebrand, is de kern nog beter beschermd tegen het hete, vloeibare klokkenbrons. Het vormen van de kern is dus de eerste stap op weg in het wordingsproces van de klok. Wordt nu met een tweede schabloon een zogenaamde valse klok gemodelleerd. Deze klok wordt vals genoemd omdat zij alle kenmerken heeft van hoe de uiteindelijke klok er in brons zal uitzien. Fraai afgewerkt en voorzien van ornamenten en opschriften volgens de wens van de opdrachtgever. Traditiegetrouw vermeldt ook de gieter zijn naam op de klok. Meestal IJsbouts te Aste maakte mij in het jaar 1991, maar dan in het Latijn. Om deze valse klok heen wordt de vuurvaste buitenvorm gemaakt door ze met een vuurvaste massa in te smeren. Het voert te ver om alle resterende handelingen te noemen die nodig zijn om uiteindelijk de klok te kunnen gieten. Dit gieten is het spannendste moment. Niet alleen voor de gieter,
maar natuurlijk ook voor de opdrachtgever, want het is de geboorte van zijn klok. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het gieten vroeger gepaard ging met allerlei rituelen. Zo zegende een priester het gietsel of men wierp er een muntstuk in. Als de juiste temperatuur van het brons is gecontroleerd, kan er gegoten worden. Nadat de klok gegoten is, moet die eerst een paar dagen afkoelen. Dan wordt de klok schoongemaakt en schoongeschuurd en moet ze haar juiste toonhoogte gaan krijgen. Dat doet de stemmer door de laagste boventonen één voor één te meten. Aan de hand van die metingen wordt de klokkenwand op bepaalde plaatsen dunner gemaakt. Dit proces om een zuiver gestemde klok en zuiver gestemde klokkenreeksen te krijgen, is eeuwenlang geheim gehouden. Eens was het een klokkengietersgeheim bij uitstek. En brons uit de klok draaien is een technische vaardigheid. Maar de taak van het gehoor kan natuurlijk nooit door een meetinstrument worden overgenomen. Daarom moet een reeks gestemde klokken steeds weer beluisterd worden. Luisteren en nog eens luisteren totdat alle kleine wijzigingen aan de klok de klokkenklank en toon volmaakt hebben gemaakt. Bij de Koninklijke IJsbouts worden met behulp van de computer de diverse profielen van een klok en daarmee ook de zeer verschillend klinkende klokken gemaakt. Zonder klepel kunnen we zelfs een volmaakte klok niet horen. Er zijn heel veel manieren om een klepel tegen de klokkenwand te slaan. Het meest bekend zijn we met de luidklok. We zijn hier in de ruimte waar de speeltafel, het zogenaamde stokkenklavier van Carillon zich bevindt. Hierboven, en dan zijn we 80 meter hoogte, zijn de speelklokken van het Carillon. En hier is dus het stokkenklavier. Je ziet misschien, het is een klavier zoals een piano, alleen in plaats van toetsen zijn er stokken. Dat moet ook wel, want je kunt hier niet gewoon met je handen op spelen, je moet er echt met je vuisten op timmeren om er geluid uit te halen. Wat gebeurt er dan? Nou,
Als ik een toets aansla, dan trek ik eigenlijk heel simpel met een draad een klepel naar de klok. En dan hoor je geluid. En als ik dat nou zacht doe, klinkt dat zachter. In deze ruimte zitten al sinds eeuwen bijdiers te spelen. De eerste bijdier die bekend is een meneer Jacob en die zat in 1525 hier al te spelen. Hij had als taak op marktdagen te spelen en op zondag als de mensen door de stad wandelden. Daarnaast moest hij spelen op feestdagen. Als er weer een overwinning was behaald, dan speelde hij liedjes voor de burgerij in de stad. Nou loop je natuurlijk ook wel eens door de stad en denk je, hé, ik hoor het carillon, wie zit er nou te spelen? Nou, dan zit er niet altijd een bijdier te spelen, want om het kwartier speelt de automaat. De automaat is hier een speeltrommel, een hele grote metalen trommel, waar de bijdier liedjes op heeft verstoken. Die liedjes hoor je dus om het kwartier spelen. En die hadden vroeger als taak om de mensen te attenderen op de uurslag. Want niet iedereen had een horloge of een klok en je wilde toch graag weten hoe laat het was. Nou, daarvoor zorgde de klok, maar om geen slag te missen, speelde het carillon eerst een klein melodietje vooraf als wekker. In sommige steden was het ook wel de wekkering genoemd. En op die manier bleven de mensen bij de tijd. Hieronder. Dat zijn de luidklokken. Die hangen 40 meter lager, ook op een hoogte van 40 meter. Die zijn gemaakt door Hendrik van Trier. Die luidklokken, daar speelt het bijdier niet op, maar daar is een speciaal gilde voor, het Groningen klokkenluidersgilde. Dat gaat ook niet automatisch, dat moet allemaal met handkracht gebeuren. En dat gilde komt vooral in actie op bij feestdagen zoals Koninginnedag, 4 en 5 mei en natuurlijk ook op Grunnings ontzet op 28 augustus. Jullie zijn hier natuurlijk gekomen voor de luisterwedstrijd. En het commentaar dat ik vorig jaar heb gekregen is dat ik het toen misschien wat te makkelijk heb gemaakt. Nou, ik hoop dat het nou wat moeilijker is, maar om erin te komen, een bekend stukje uit de Hit Parade. Je mag de titel opschrijven of de groep, en je mag ze natuurlijk ook beide opschrijven. Veel succes! Nummer 1. Thank you.
tweede liedje komt nu. En daarvoor gaan we van de hitparade naar de oertijd toe. Nummer 3, een volksliedje. Ja, meer zeg ik er niet over. Nummer 4. En ik hoop dat je thuis een tv hebt. Thank you.
dit toe aan nummer 5. Over dat lied speel ik behalve het lied zelf nog een paar variaties.